Ja, hallo. Pop quiz, hot shot. Oeh, quiz. Zoals jullie misschien wel weten, bij cinema houden we wel van een filmquiz. En daarom staat deze uitzending geheel in het teken van spelletjes. Straks praat ik hierbij over 5 mooie filmpareltjes waarin het spel centraal staat. Of nu om een gameshow gaat, of er daadwerkelijk levens op het spel staan, er wordt gespeeld. En ook wel een mooie prijs te winnen deze keer in een speciale cinema voorronde van de grote Movie Machine filmquiz die wordt gehouden in Lux Oranje Single. Maar eerst, let the Hunger Games begin. Vanaf donderdag draait het lang verwachte ene laatste deel van de boekenreeks The Hunger Games in de Nijmeegse bioscopen. De film gaat verder waar we vorig jaar zijn geëindigd. I never wanted any of this. I never wanted to be in the games. I just wanted to save my sister and keep Peeta alive. Miss Everdeen, it's the things we love most that destroy us. Katniss is gered uit de Quarto Quell Hunger Games, maar haar steun en toeverlaat Peeta is in handen van President Snow. District 12 is verwoest en dit allemaal betekent maar één ding. Het is oorlog. Helaas zijn de eerste reacties minder lovend, omdat het laatste boek is opgedeeld in 2 delen. Als we de recensies moeten geloven, zouden we pas in het volgende deel de echte oorlog kunnen aanschouwen. Deze week komen we erachter. May the odds be ever in your favor. You will rescue Peeta at the earliest opportunity, or you will find another Mockingjay. Eddie Marston, hij is zo'n acteur wie je gezichtje wel eens hebt gezien. Of het in Sherlock Holmes was, of in The Disappearance of Alice Creed, of anders misschien wel in The World's End of Happy Go Lucky. Hij heeft zo'n gezicht. En vanaf deze week is een snoetje te zien in Still Life. Marston speelt John May, een ambtenaar die op zoek gaat naar informatie over mensen die alleen sterven. Hij zorgt voor een passende uitvaart en vaak is hij de enige bezoeker. Zijn wel erg specialistische taak wordt echter wegbezuinigd. Marston speelt de sterren van de hemel. Still Life is een kleine film, maar zeldzaam bijzonder. So, Billy's daughter told you about me. Must be a lovely girl. Gentle. Yes. I thought, here, it really has something. On a good day, you can see for miles. De meest bezochte films van Nijmegen deze week. Op 5, het domste duo aller tijden is terug in Dumb and Dumber 2. Op 4, de Nederlandse tragicomedy en Gouden Kalfwinnaar aan Motherfucker. Op 3, nog een Nederlandse film, de romantische comedy Pak van mijn hart met de enige echte Sinterklaas. Op 2, het ruimte-epos Interstellar van Christopher Nolan. En op 1, de regisseur van Intouchables dans zich een weg naar de top met Samba. Johannes. Wat een rare naam. Hoe is jij dan? Ik ben Wiplala. Wiplala.
Annie M. G. Schmid mag dan een hele poos niet meer onder ons zijn, maar haar levenswerk geeft zeker nog plezier voor tientallen nieuwe generaties. Zo kun je vanaf deze week gaan kijken naar Wiplala. Wiplala is een soort kabouter die kan tinkelen, oftewel toveren. Dit tinkelen gaat hem echter niet altijd goed af. Hij komt terecht bij een gezin in Amsterdam-Zuid en beleeft daar dolkomische avonturen. Wiplala is er voor de kleintjes, maar zeker ook voor de ouders die vroeger dol waren op de meesterlijke boeken van mevrouw Schmid. Altijd lopen beneden en dan denk ik, wat zijn ze klein. Maar nu zie ik jullie dichtbij en nu zijn jullie nog steeds ontzettend klein. Nou ja. Vijf van de leukste films waarin er lekker wordt gespeeld. Of het om geld is of om je leven. Daar gaan we het nu over hebben. Zo is er het Arnold Schwarzenegger-vehikel The Running Man uit 1987. In de futuristische wereld wordt de Austrian ook onterecht veroordeeld. Als straf wordt hij in een arena geplaatst waar hij om zijn leven moet vechten. Met allerlei blitse kostuums en brute wapens is het een actiespectakel om je vingers bij af te likken. En daarom inmiddels een schitterend stuk jeugdsentiment. Saillant detail, de regisseur is Paul Michael Glaser, beter bekend als de originele Starsky van Starsky & Hutch. Arnold Schwarzenegger is... The Running Man. He's playing for a prize. The prize is his life. How about the life? The Running Man. Een stuk serieuzer is Quiz Show uit 1997, geregisseerd door een andere acteur. Robert Redford maakte deze film namelijk over fraude bij een van de allereerste grote Amerikaanse tv-quiz in de jaren 50. In de hoofdrollen zien we een net iets te charmante Ralph Fiennes en John Turturro, die helemaal opdreven is als introverte drol. Gebaseerd op waar gebeurde feiten is het een interessant tijddocument, maar de mooi opgebouwde spanning tilt de film nog een niveautje hoger. Nobody has to know. Just us three. It just doesn't seem right. I'd have to say no. Quiz Show. In 2001 fabriceerde Jerry Zucker, die bekend is van de Naked Gun trilogie, een film die minder spoofy was dan zijn eerdere werk. Rat Race leunde op een traditie van komische racefilms uit lang verloren tijden. En het resultaat is ondergewaardeerd. De rare miljardair, Donald Sinclair, dat rijmt, gespeeld door John Cleese, verzamelt een stel gokverslaafden en wijst hen op een kluis aan de andere kant van het land. Wie het eerst komt, krijgt een enorme geldprijs. En hij en zijn miljonairsvriendjes kunnen wedden wie als eerste arriveert. There are no rules. Go! Go! So now, when you say go, you mean just go? Begin, commence, start moving. See, theoretically, you have been racing for about 40 seconds, and so far, Mr. Schaefer is winning because he's nearest to the door. Weer zo'n regisserende acteur is George Clooney. Hij maakte in 2002 zijn opmerkelijke regiedebuut met Confessions of a Dangerous Mind. En dat is gebaseerd op de memoires van de echte spelshowpresentator Chuck Barris. Hij schreef over zichzelf dat hij in het geniep werkte als CIA hitman. Niemand nam deze memoires serieus, behalve de zelf nogal weirde Charlie Kaufman van onder andere Being John Malkovich. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Clooney blies het script leven in, samen met de altijd geweldige hoofdrolspeler Sam Rockwell. Someone changed sides. It's over, it's finished, your history. You're a dead man. Confessions of a Dangerous Mind. En waar je natuurlijk niet omheen kunt, Slumdog Millionaire, de grote winnaar van de Oscars in 2009. Met Danny Boyle aan het roeren is dit op zijn zacht gezegd een opmerkelijk project. Een Indiase jongen van lage komaf zit in de uitzending van Who Wants to Be a Millionaire. Vraag na vraag beantwoordt hij goed, maar dat is verdacht, want hoe kan hij dit nou in godsnaam allemaal weten? En dan doet hij zijn verhaal tijdens een hardhandig politieverhoor. De film schakelt tussen rauw filmrealisme en feel-good, zonder enig omzien. En natuurlijk een heel klein vleugje Bollywood. Hey-ho!
En dan hebben we tenslotte nog een prijsvraag. Op vrijdag 28 november kun je terecht in de Gouden Zaal van Lux Oranje Singel om mee te spelen in de grote Movie Machine Filmquiz. En er zijn allerlei mooie prijzen te winnen. Maar Movie Machine Constant Hogebos deelt nu al uit. Beantwoord de volgende vraag. In hoeveel Pirates of the Caribbean films speelde Johnny Depp de rol van Jack Sparrow? Onder de goede antwoorden verloten we een DVD van een andere Johnny Depp film, namelijk Transcendence. Stuur je antwoord naar cinema@n1.nl en vergeet natuurlijk niet je persoonsgegevens in de mail te vermelden. Dat was Cinema voor deze week. Blijf nog even kijken voor onze coming soon trailer Kidnapping Freddy Heineken. En mocht je deze week niks te doen hebben, het hele filmoverzicht zie je ook. What the hell did you do? What about your brother? Can he keep his mouth shut? Okay, get the hell out of there. Now. Something big must have happened. The most important thing is where we stash the money. The cops are gonna figure out there's a bunch of local jerk-offs and they're gonna nail us flat. I went in hell there before it's too late. Come on, kill me. Pull the trigger. You don't even have the balls to do that, do you? Never be safe. You can never come back. We're rich. All we're gonna do is get away with it. You can run, but you cannot hide. That is the way the game is played.